Eater! Oké, jongens, tot volgende week. Voor degene die examen gaat doen van het weekend, succes. Ibi. Ja, meester. Mag ik jou even spreken? Ja, hoor. Jij bent de afgelopen tijd echt wel mooi vooruit gegaan. Je komt steeds. Dank u wel. Je techniek, je wedstrijdoefeningen. Netjes. Ik zou zeggen, klaar voor het examen dit weekend. Serieus, meester? Ja. Hier, deze goed doornemen. Dank u wel. Dat zal ik doen. Oké, zie je bij het examen. Tot dan, meester. Tot dan. Waar bleef je nou? Even super nieuws, hè? Ja, kom, we zitten laat. Mag ik samen doen voor de wit-gele band? Echt? Gefeliciteerd. Thanks. Het is aanstaande zaterdag al. Maar dan heb je wedstrijd. I know, maar het is in de ochtend mijn examen. Nou ja, als je maar fit genoeg bent voor de wedstrijd. Sowieso. Je kent me toch? Oké, let op bij Rox. Kapot? Kijk het. Ja, dit is echt goed. Thanks. Maar je zit er nu pas net op, toch? Ja, klopt. Hoe kan je nu al examen doen? Ja, ik had het eigenlijk zelf ook niet eens verwacht, maar blijkbaar kan het. Ja, oké. Okay. Maar zijn er nog lekkere jongens op taekwondo? Echt waar? Oh, chickies. Nee, ik heb eigenlijk niet eens op gelaten. Maar schieten, meiden? Ik kom er eigenlijk alleen maar om te trainen, dus, schat. Niet voor boys. Nee, dan kan je toch even kijken? Ja, voor mij wel. Ja. Ik kijk de volgende keer voor jullie. Ik zie jullie zo. Ah, thanks. Doei. Wat zeg jij? Zij toch. Oké, dames. Komende zaterdag tegen Spartaan. Oh, de aanvallers mogen we dit keer geen enkele kans geven. Ja, zij hebben die horrorspits. Check met die gekke afro. Dus hoe gaan we dat probleem tackelen? Dat betekent dus dat we een sterkere achterhoede moeten gaan vormen. Dus Ibi, voor jou heel belangrijk dat je de verdediging aanstuurt. Let op, kantelen en rugdekking geven. Want zij vormen jouw blok. Ik wil nu graag twee teams hebben. Maya, Malou, Jamila, Roxy, Priscilla. Jullie krijgen de rode hesjes. Team rood links, en de andere team mag rechts. Hartstikke idee. Aansturen, verdedigen. Keeper doet mee. Ja, ja. Hey, help de rij. Opbouwen. Lekker nu schakelen. Kom maar. Ja, schiet erop. Lekker. Lekker hoor, Ibi. Dames, zaterdag is verplaatst van 4 uur naar 9:30. Ja. En dan kom je nu pas mee? Ja. Ja, we laten ze echt niet van het veld afsturen, hoor. Nee, inderdaad. Ik ga niet keepen op dat veldje. Nou, dat op dat kleine veld. Hoezo dit? Jongens, even rustig gaan. Het gaat namelijk om zaterdag. De wedstrijd van zaterdag is verplaatst van de middag naar de ochtend. Oh. Dat betekent dus dat we allemaal hier stipt aanwezig moeten zijn om 9 uur. En niet later. Nee. Hoezo is die verplaatst dan? Dan heb ik examen. Hij komt deze wel een andere keer. Chill, ik kan toch wel naar het feestje van mijn neefje. Woe. Chill, we moeten keivroeg op. Negen of vroeg. Jongens, mooier kan ik het niet maken. Dit is wel het is. Kom op, laten we even doorgaan met de training. We hebben nog een 30:30. Kom aan. Rood staat 2-1 voor. Zaterdag ook taekwondo. Ja, ik weet het wel. Ja. Examen. Als je liever naar het examen gaat, moet je dat gewoon doen, hoor. Wat? Ja, zonder Ibi dit wordt nooit tegen Spartaan. Ja, ze hebben het hoogste doelstelling van de competitie. True, we kunnen echt niet zonder goede keep. Nadine kan toch meespelen? Komt-ie. Jammer, Naad. Ja, sorry, maar dat kan echt niet. Kom op, Mas, ik kan toch wel één keertje spelen? Einde discussie. Ga het gewoon mee doen zaterdag. Ibi mag toch zelf bepalen? Ja, ga jij dan keepen? Ja. Natuurlijk niet. Pussy bitch. Thanks, man. Ja! Wat is. Hi. Niet hi, ja.
Nee. Ik dacht meer, nou maar kijk, wat is nou het verschil tussen karate en... Selma? Ja. Ja, veel met je voeten. Ja, ook met je benen, toch? Ja, met je benen ook. Weet je, bij de Ditkobi zo en al. Eerlijk, smiddag. Maar we moeten nog wel even oefenen hoor, vooral de pomsees. Pomsees? Ja, je weet toch, die basisbeweging. Ja, laatst tegen wie we zaterdag spelen. Wassenaar. Nog erger, Spartaan. Nee. Ja, hoe lang? Met die goede spits. Ja, die met die gekke afro en die bril, ja. Vorige keer had ze 5 keer gescoord in 1 wedstrijd. Zo. Ja. Maar, gelukkig gaat Ibi vandaag bijna alle ballen tegenhouden. Dat komt goed. Hoe laat is je examen zaterdag eigenlijk? Tijdens onze wedstrijd helaas. Oh, dat is wel lastig. Hoe wil je dat gaan doen? Ik weet het nog niet. Ze gaat gewoon kiepen hoor. Hey, kan het zusje van Jessica niet invallen? Hoe heet ze ook alweer? Nadine. Nee. Het is goed. Maar dat is goed. Ja, hallo, maar ze is bang voor de bal. Ja, dan voetballen jullie toch wat harder? Als zij invalt, wordt het sowieso Tino. Nou, als jullie gewoon allemaal goed voetballen, wordt er sowieso niet gescoord. Maar mama, het is Spartaan, hè? Maar je moet er toch gewoon verstand van voetballen, zeg. Ik heb even het bed opzij. Ja, wat heb je gedaan? Ik heb even het bed opzij geschoven. Ik moest toch poster ophangen. Ja, doe niet zo debiel. Je doet zelf debiel. Ik doe toch niks verkeerd. Wat is dit, man? Kijk naar de kamer. Er is toch niks aan de hand? Wat, er is niks? Kijk, dit, man. Mama. Ja, hoezo gelijk mama? Ja, jij komt toch ineens mijn kamer binnen? Hey, dames, wat is hier aan de hand? Ja, ik kan mijn eigen kamer niet eens binnenkomen, omdat ze zo nodig met haar spullen moeten. Ja, ik moet toch oefenen? Wat moet ik anders doen dan? Dan heb ik examen binnenkort. Ja, ze heeft haar poster over die van Oranje heen geplakt. Dus? Ja, die met die handtekening van Persie. En er is toch niks aan de hand, dat zie je toch? Ja, nu is hij verpest. Kijk dan, kom, ik laat je zien. Ja, hallo, niet op, weet toch? Er is toch niks aan de hand? Safi. Ja, wat? Hoe is het hier op Genoenula? Tina Lichetta. Weet je, ik weet wat, jij gaat mee naar de waskamer. Je gaat daar maar even oefenen. Nee, hoezo moet ik naar de waskamer, mama? Ik heb toch niks... Daar heb je alle ruimte. Ja, maar die heb ik hier toch ook? En je gaat gewoon mee naar voetbal zaterdag. Mee naar voetbal zaterdag. Deze kan ook op de gang. Iep, wat wil je deze? Doe hem wel hier. Ja? Zo? Ja, is wel goed, ja? Zo. Vet impressive. Lijkt wel op een soort dans of zo. Thanks, maar de Jopchaki gaat nog voor geen meter. Krijg je ook een nieuwe kamer? Ik weet niet. Tuurlijk niet. Komen jullie? Precies is er al. Ja, kom zo. Precies zo. Iep. Oh. Ja. Rox. Even. Roxy. Kijk. Wat een storm. Niet zo van. Rox. Oh, lekker. Pas als de film begint. Kom op. Rox. Vis? Boring. Wat? Hij is vet interessant. Genomineerd voor 2 Oscars. Ja, boeien. Kunnen niet gewoon Mean Girls gaan kijken of zo? Of horror. Ja, kan ook. Heb je? Ik heb. De nieuwste Paranormal Captivity mee. No, is die al uit? Ja, gedownload. Vet, ja, sorry, maar horror lijkt me echt geen goed idee met... de vorige keer bij The Ring lag ze nachten wakker. Nou, dat viel dus echt wel mee. Zo. We doen deze gewoon. Nee, Ibi wil ook die ander. Ja, maar ik niet. Ja, maar wij wel. Dat jij dan niet kan slapen van die horrorfilms. Oh, je wordt keihard geoond door je sister. Ouch. Ja, laat maar. Cel.
Ja, nou, nou. Iep, kom. Zijn jullie ready? Yes. Oké dan. Eeuw, kijk die armen. Vet. Wauw. Kom, ook begeleiding op voor. Laatste keer, heerlijk rook. Ja, jij bent gewoon echt gek. Doei. Doei. Was gezellig. Doei. Doei. Zo. Wat de fok ben je aan het... Slaap lekker. Hey, wat hoor ik? Niks. Wat zijn jullie aan het doen? Wat is dit? Niks. Wat niks? Ik zie een matras. Pa, laat zitten. Selma. Hey, laat zitten, joh. Selma, doe eens open. Nou, slaap lekker, pa. Als de aanvallers niet langs ons verdedigers komen, gaan ze keihard voor lange afstand schieten. Daar moet je echt goed op letten. Ja, hoge ballen vanaf de middenlijn, die zijn de moeilijkste. Ja, die van Rooney tegen Noep was laat. Oh ja, briljant. Wat een schot zeg. Die was gewoon moeilijk te stoppen. Zelfs Neuer kan dat niet stoppen. Nou, Neuer wel hoor. Die heeft de beste reflexen ooit. Dat is een goede schot ook niet. Ja, mijn pa, hij is nummer 1 van de wereld. Nou, dus vooral opletten op die spits. Want voor al die mensen, weet je wel, okay, het team zelf is wel oké. Okay, maar zij is echt een doelpuntenmaker, de scorer. Hey. Hey. Die wie toch mee? De. Je bent FC Athene echt niet in de steek. Duim voor de koning. En even op de bank, hè? Haja! Ik hoor dat jij de nieuwe Jackie Chan wordt. Vet, man. Gaat het niet meer door? Maar je hebt nog zo hard getraind. Nee, zo. Hey, nice dat de kleine Nasser hier ook bij is. Tuurlijk is er. Oké, okay, meiden, let's go. Kom op, meiden. Ibi. Ibi. Ja, wat doe je? Ik ga naar taekwondo. Wat? Kan niet. Ibi. Ibi. Ma, ik ga naar taekwondo. Oké, dan moeten we nu gaan. Succes. Nou, kom. Ibi. Thank you.
kunstgrasvest? Daar moet je echt goed op letten, ja? Het kan heel erg hard schieten. Nou, dat wordt dus helemaal niks. Ja. Oké, okay, ladies. Let the game begin. Goed, Nadine. Denk aan die nummer 10. Kort dekken en niet te veel ruimte geven. Maar laten we elkaar daarin helpen. Vooral de achterhoede. Yes? Oké, okay, ik zou zeggen liefde en plezier. Yeah! Ja! Liefde. Ik voel alleen agressie hoor, als ik voetbal. Ja! Zijn we opschieten? Yes, Nadine. Kom maar. Kom op. Zo. Gerrit? Jongre. Kira. Marcella! Zeg bij elkaar. Wat is er aan de hand? Wat is er gebeurd? Toch niet iets met de moeder, hè? Goed, we moeten het met een mannetje minder doen. Maar hoe moet het nu verder met het 4-3-3 systeem? Dat komt helemaal goed. Sue, ik wil jou graag naar voren. Jessica en Jamila, jullie gaan niet meer naar het midden. Het staat nog 1-1, dus laten we dat in stand houden. Ik wil gewoon de laatste 5 minuten gewoon heel veel plezier zien. Yes? Go. Go. Liefde en plezier. Joppa. Breektest. Child. Chile. Apchaki. Oké. Goed dekken. Nee, rustig. Rustig. Goed zo. Voor de eerste keer keeper. Ja, ik ben echt fucking goed. Oh, ja. Heb je nog wat gehoord van Pris? Nee, maar geen nieuws is goed nieuws, toch? Hoop het. Zullen we dan naar Ibi kijken? Vind je leuk? Ja. Ja, 1-1 dus. Oh, Ibi. Dolio Chagi. Joshua. Cicak. Montong Jereji. Cicak. Hai! 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 Toe up Jagi. Cicak. Hai! Helaas niet geslaagd. Volgende keer beter.
Ibi. Toen jij je eerste paar poemsees begon, hield ik mijn hart vast. Want ik miste de trefzekerheid die ik van je gewend ben. Maar snel je te zien dat je de trap en de strijdtechniek beheerst. Want ik heb zelden zo'n overtuigende trio Abchagi gezien. Je kwam er vurig uit. Je hebt dan ook je gele slip van harte verdiend. Je bent geslaagd. Yeah! Gefeliciteerd. 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 Kevin. Lukt het? Ja, alleen het bed is een beetje zwaar. Waar wil je hem hebben? Onder het raam. Oké. Wil je hem niet rechts in de hoek hebben? Want dan kan je je bureau zeg maar schuiven onder. Ja, maar het is mooi als je je bureau... Ja, maar anders wordt het te vol. Kom, we doen het op mijn manier. Nee, maar kijk, denk even naar. Even naar. Kijk, als je hem zet... Wacht, als je je... Zo. Ja, maar... Het was maar een suggestie, oké. Nee, kom. Oké, wacht. Onder het raam. Dan was ik er weer aan... Doe, zet. Oké. Okay. Hanna, doe, zet. Ja. Nou, weet je zeker, kijk. Ik denk echt dat het leuk gaat zijn als je die daar zet. Kijk, als je die... Nee, 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 laat. Nee, wacht, kijk. Laat, laat, nee, maar laat, laat, laat. Hé, hey. Kijk. Oké. Okay. Oh, oh, sinds daar kwam dat. Zeg je? Wat dan? Ja, dacht ik al. Als je doodgaat, is er niets. Je verhoort hooguit tot sterrenstof. Dat is niet leuk voor Priscilla als ze dat hoort. Als ik wat hoor. We sluiten af met penalties! Wie is wacht? Wil je mij er niet uitnodigen? Een harde lach, een flinke traan. Jouw moeder is plots heen gegaan. Ga je naar de begrafenis? Nee, ik heb ook geen kaart gehad. Hey, welke dacht jij van op de kist, Chris? Deze of deze?